Ik ben net op stal aangekomen en ik heb Kvedja al gepakt. En dat was omdat ik dacht van, oh ja, ik moet nog vloggen vandaag. Dit is trouwens mijn eerste vlog bij Kvedja. De vorige die we hebben gezien was met Fiona. Dit is Kvedja, Farley Meter. Dus, en het is echt vandaag best wel lekker weer. Het zonnetje begint nu ook echt door te breken. Het is vandaag donderdag 30 maart. En even wat informatie over Kvedja. Zij is een IJslander. En ja, ze is donkerbruin, een beetje zwartig. En ze is nu 17 jaar. En ik ken haar al sinds 14 juni. En omdat, het is mijn bijrijpaard. Het is niet, dus het is niet mijn eigen. Maar het is mijn bijrij. En op 14 juni ben ik voor het eerst naartoe gegaan. En nou, Kvedja houdt erg van snel gaan. En races. Ze doet ook heel veel endurance wedstrijden. Met haar baasje deed ze heel veel endurance wedstrijden. Dus kan snel, voor mensen die niet weten wat endurance is. Endurance is dus dat je heel, dat eigenlijk soort van racen door de natuur is. Ja, je moet het maar een keer over. Ik vind het een beetje moeilijk om uit te leggen. En nou, dan ga ik hem nu borstelen, want het is echt heel vies. En ik bedenk me net echt iets super doms, echt niet normaal. Ik ben dus mijn cap vergeten. En normaal ligt mijn cap dus hier gewoon in mijn kluisje. Maar ik heb dus vorige week vrijdag heb ik les gehad op het manege. En dan, toen nam ik mijn cap mee. En maandag ging ik longeren, dus dat was ook niet echt... toen had ik geen cap nodig, dus was ik het gewoon vergeten. Dus nu ben ik het vergeten, maar ik wil dus vandaag gaan rijden. Omdat ik morgen les heb met Kvedja. En ik vind het altijd fijn, omdat als ik voor de les heb, om nog altijd even te rijden. Dus dat ik echt goed kan zien wat gaat ze nu echt mis en wat gaat ze nu echt goed. En wat zijn aangepaste punten. Dat is gewoon even voor een refreshment. Maar ik ben mijn cap vergeten. Dus ik ga kijken of ik hier en daar erg van ga lenen. En anders wordt het longeren of wandelen. Ik gebruik dit roze dekje. Oh, ja. En die heb ik ooit gekregen van een vriendin. Die was gestopt met paardrijden en ze had nog dekjes. En ik vind het op zich wel mooi. Het is wel een mooi bekkenvet, ja. Dus ja. En ik zit nu op Kvedja en ik heb een cap kunnen lenen van een meisje hier ook op de stal. Genaamd Carolien. En oh my god, ik weet niet hoe dit zit. Ik ga denk ik ook zo. Als ik nog een merk heb, als ik een nieuwe cap heb, dan ga ik zo een merk nemen. Zo zacht van binnen. Het is echt heel zacht van binnen. Echt niet normaal. En dus ik vind het blij, want ik heb, zoals ik al zei, heb ik morgen les met Kvedja. En ik vind het fijn om, ja, waarschijnlijk herhaal ik het gewoon, om even, een beetje te herhalen en zo. Voordat ik les heb. En dat heb ik morgen pas. Maar ook zo nu, ik heb met Marieke, dat is de eigenaar van deze stal, die geeft ook les. En ze kan echt heel goed lesgeven. En ik weet niet of je me een beetje goed hoort. Verschilt waarschijnlijk een beetje. En ik ga straks niet weggaan. En ik ga straks even mijn camera even ergens hier neerzetten in de bak, zodat jullie mij kunnen zien rijden. En het is niet zo shocking, we gaan gewoon een beetje met de baas bezig. Want Kvedja en ik zijn nu bezig met nagevelijkheid. Ja, dat kan zo wel mooi, maar in draf en in galop gaat het toch niet zo. Gaat het niet helemaal het soepelst. Maar ja. Dus dat heb ik alles wel gezegd. Dus ja, doeg! Dus ik heb Kvedja net even eten gegeven. En ze is echt heel erg bezweet. Kijk, haar borst. Het is echt niet normaal hoe bezweet ze is. Gewoon, ze is heel bezweet. Het kan logisch zijn, want we hebben ook best wel redelijk dikke wind verwacht. En we hebben best wel ook wel hard gereden. En dus ik ga er zo even afspoelen. Ik heb er net even afgespoeld. Ik ga Kvedja dus zo even terugzetten. En dan ga ik naar huis. Ja, ga je lekker terug. Ga je lekker terug. Ik ben nu onderweg van Kvedja naar huis. En dan ben ik op de fiets. En dat is ongeveer iets van 40 minuutjes fietsen. Maar ik heb het er wel voor over. En op stal was ik ook vergeten om af te sluiten. Dus dan doe ik dat nu even. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Abonneer en geef een duimpje omhoog. En tot de volgende video. Doeg!